Ah ja, ik moest dat intro nog doen. Laat mij dat maar even doen. I'm a true champion. Volgens mij zit niet door waar ik er een pad op voor de fun. Ik krijg petten op. Nu wat ik wil doen. Hier zal ik mijn interieur maken. One eternity later. Ik kan dus eigenlijk beginnen wat ik wil doen voor deze video. Na al 15 minuten op te nemen. En dat is een lasercut te maken. Nee, wat de bedoeling van deze video is eigenlijk. Shit. Is dat gezonken shit ontduiken? Maar ik moet blijkbaar de dingen even laten, al deze dingen even laten opladen. En dan pas kan ik iets doen. Dus wat ik ga laten doen, alles opladen en dan zal ik jullie wel zien. Ik heb dus besloten om er een iron battery te maken voor dat ding. En dat is ook al langer mee. Hè? En het wacht 10 geladen zijn en dan kan ik er extra mee pakken. En nu moet ik eens denken van rebreather te maken. Dat we zo lang mogelijk kunnen blijven duiken daar. Wiring kit zal ik een rubber en fiber mesh. Dan heb ik hier normaal gezien een fiber mesh nog niet. Yep. Wiring kit kan ik maken. Zal ik een rubber niet hebben, dus ik ga even halen. Dat is een rebreather. Dan kan ik de rest wel wegduwen. Mooi toch? Dat is de volgende video die ik opzoek naast. Maar ik ga heel even wachten tot die helemaal vol zijn en dan ga ik eens kijken waar dat schip is. Hoppa. Nu had ik hier twee hier. Nu gaan we het schip zoeken. Nee, weg, 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 weg. Waar is een chalissers hier zitten? Hallo, ik heb het schip gevonden. Hey. Nu van mij af, dit is. Oké, dit is de achterkant van het schip. Oké. Ik ben wel even benieuwd wat we hier allemaal gaan aantreffen. Ik ben er ook wel benieuwd. Nou, wat hier allemaal te vinden valt. Hier is de ingang, of een ingang, alleszins. Ah, oh, bull shark. Kijk daar wel wat de fuck is geluid. Oké, ik kan al tot hier gaan met dit ding. Dat is nice. Ah, dat is glas. Oké, dan laat ik hem hier. En dan heb ik kort bij genoeg drank. Lucht. Maar eens snijden. Ik ben wel benieuwd naar wat we allemaal gaan vinden. Ik weet ongeveer wat er te vinden valt, maar dan nog. Ik wil alles in één video doen. Dat is nog speeder dan ik heb. Woe! Hey, Miles hebben. Waar ik opzij was, die titanium ingot. Waar? Mooi. Oh, hier is hij om te scannen. Ah, het zijn die spinefish. Kunnen we die eens even scannen? Nice. De muziek hier is ook wel raar. Ik hoop dat ik niet verdwaald raak en ik kan storage mode moeten meenemen. Maar te weinig plaats voor alles te leggen. Uh,
Ik ga dadelijk heel even zusje wegknippen. Ik wil even niets weten. Oké, laat maar. Ik dacht van een storage module erop te maken voor mijn Citrix. Niet dan op te kwakken, maar dat is blijkbaar niet mogelijk, want ik heb dit blueprint nog helemaal niet. Dus ja, dat is ook weer gezellig. Oh, ik moet het eten. Kan ik die opbestellen? Nope. Oh, wat? Wat zit hier achter? Steel door. Hopelijk gaat die gewoon wat sneller open. Ik heb zo'n indruk van wel. Een parallel processing unit. Wat? Is dat toevallig voor dat ene ding daar? Test override module, wat we dan moeten maken. Dan maar. Oh, lol. Hier is ook een jong. Maar ik heb metal salvage pakken, nice. Is hier nog iets interessants voor mij om te vinden? Op dit verdiep denk ik al niet. Nee, een verdiep koren. Maar wacht, hier was ik net zeker. Yep. Hier was ik net. I can only do repairs in spurts. That's so inefficient. Oh, no. Seem to set off seismic activity nearby. A crew came back telling stories of gigantic worms burrowing in the ice. I don't know what they were going on about. They were hypothermic and frostbitten because they walked back to avoid angering them. The ice shelf is probably a bit unstable and they got disoriented or something. To borrow from Diana. Orion's belt thermocouplings are not meant to be worked on in 20-minute spurts. If we break the process, we'll break the ship. This is our bells. Hang out with Yasmin while we wait for the rumbles to stop. I hope she doesn't mind all my questions. I love hearing her voice. Her face lights up, and she's got the most expressive eyebrows. They're practically acrobats. The way she looks when talking about nuclear engineering is the same way I look at my grandmother's domades. The woman never sits down, though. She told me that she used to do decathlon in college, and I can believe it. She's like a bouncy ball, just all over the place. She makes rounds on the ship every day to see if people need help. I should do something nice for her. She's always helping everyone else. I wish I had a fraction of her energy. Somebody in love. Nu, dat boeit mij dus niet dat die iemand perfect probeert te fixen, maar wat mij wel boeit is dat ik hier niet door kan. Waar ben ik net geweest? En ik weet niet of mij lang in het heel schip, dit heel deel van Schiphol heb doorzocht, dus. I mean, ja, yeah, dat is goed. De andere van Schip ligt minder daar. Maar, dit is het probleem. Mijn inventory begint aardig vol te raken. Nu, ik denk gewoon naar daar gegaan. En dan zie ik wel weer. Want, ik heb het tenslotte ook allemaal nodig om daar te liggen. Er is veel waardevolle data. En. Hey, Glow Whale! Nice. En ik vind het schip niet. Weird. Nu, in die spoor te zien is hier sowieso gepasseerd, maar. Mijn vraag is waar? De heck ligt dat? Want die lamp hebben we ook geen bal aan. Of toch niet veel? Oh, hier is het schip. Nu. Ja, no shit dat het niet werkt. Je zegt inoperatief. Niet operatief. Niet in gebruik voor de mensen die het niet begrijpen. Maar
Ja, waar zou het in zo'n twee gespleten op de bodem van de zee liggen? Ja, het is zeker in gebruik, joh. Wat dan vaak, joh. De mastlijn. In operatief. Domme kut. Daar zijn we s'avonds. En wat ik nu moet doen is een injong vinden. En zo dan een of ander kutbeest gelijk die daarmee aanvallen. Want dat zie ik ook nog gebeuren. Nu, hier zou de maar veel ook nog mee. Hier zou in dit schip meer waar de volle informatie moeten liggen. Dus in de vraag, hoe kom ik in het schip? Dat is weg. Waar is Baarle? Hij is hier in Yang. Found one. Hier is een Yang. Nu de vraag. Internal patroon, nice. Wat valt hier allemaal te vinden? Ik weet dat waardevol data is, maar de vraag is. Waar? En wat precies? Dat, dit dus. Die heb ik nodig. Heel veel zelfs. Hier ligt nog een nucleaire rod en dus op. Dat is goed. Dan moet je ze zelf niet maken, die nucleaire rods. I'm alive. Stefano saved me. The Mercury attempted an emergency takeoff and everything seemed fine. I was helping the bridge crew with the emergency takeoff since the crew is, well, was short-handed because of everything. I heard the sound of metal tearing and for a split second, everything was tinged bright green and unbearably hot. Then I saw daylight, and I was looking down at the ocean and ice. The strongest wind I've ever felt roared in my ears, ripping through the ship. People went flying out the side of the Mercury, so much screaming and chaos. I was lucky. I had just clipped into my sea tanker. Stefanos came out of nowhere. Like a malaika, an angel. I felt his rough, calloused hand grasp mine with the gentlest of urgency. It felt like time slowed, he said. I gotcha. Just follow me, Ella. I don't know how, but he used an emergency tether to drag me to the nuclear reactor core, the strongest bulkhead in the ship. We hit the water and everything went black. He's sleeping. Exhausted. The adrenaline has long since worn off and my body aches. I think I might have fractured the rib. I'm gonna shut my eyes for a bit. When I wake up, I'll figure this out. I'll save us. Ja, tot zover haar poging om hem te redden, want we zijn dood. Nu zit ik met een probleem. Ik raak niet aan de andere kant van deze klote dingen. Nee, een andere ingang. Ik vind dat deze ingang is doodlopend. Ja, ze zijn allemaal doodlopend, maar... Ik weet dat er meer is. Ik raak er niet, dat is het probleem. Ik heb een video van dit schip gezien. Ik weet dat... Ik nog ergens naar binnen moet kunnen. Of met een propulsion cannon, dat weet ik dan ook. Want daar lag iets in de weg. Wat ik alleen met een propulsion cannon kan verwijderen. Of nee, laat maar. Naar binnen. Tot zover dit, dat dus. Mijn theorie van propulsion cannons. Hier, dat wordt interessant. Met een blijft iron battery opmaken, anders was ik over 2 of 3 batterijen uit voor... dit kleine stukje.
Geen batterij of zo. Nu, wat ik verwacht, een paar nuclear rods, die andere parallel processing unit fragment. Hopelijk. Ik ga eerst even deze room hier clearen. Ja, we gaan deze nu scannen. Ja, ik dus, waar heb ik die blueprint? Dat is de vraag. Ja, oké, okay, dat is goed. Dan moet ik daar gewoon niet meer naar zoeken. Ik weet dat dit schip, ja, jullie hebben ook wel gezien dat dit de grootste is. Maar, I don't know any weapon system with that level of capability. Well, I do. The power source to get that kind of range must be, well, otherworldly. We got lucky. The energy signature is similar to some of the weaponry meant to counter pirates on mining. The refraction of the beam across the atmosphere. Orion's belt. It looked like the Northern Lights. Such power. I fired the emergency flares and dumped water from the nuclear core. I think the heat signature confused the weapons tracking for just an instant. I managed a slight evasive maneuver, and I felt the mercury get rocked by the sonic boom as the nuclear runoff rapidly evaporated. That alone could have taken us out. Definitely asking for a pay raise. This is not what I signed up for. My days of risky missions should be behind me. Eh, but what the hell? I still got it. Even if it was luck. Hopefully, whatever didn't want us on the planet doesn't mind when we leave. Wat? Ja, daar gaat dus niks van gebeuren, madameke, want met me van de planeet afgeraken. En dat die dat vertelt, voorspelde ook al wel wat toekomst voor ons. Aangezien zij er niet afgeraken, gaat het voor mij ook heinig moeilijk worden om eraf te geraken. Dus ik voorspel, don't judge me if I'm wrong, maar dat ik nooit op mijn planeet kom. En ik wil de ending ook nog niet weten, maar ik denk dat het zoiets gaat zijn, dus dat wordt heel gezellig. Want Ellen is helemaal in mijn hoofd, maar die wil lang niks meer gedacht. Wat raar is, het is heel stil. Oh. Ja. Ik heb gekeken of ik met Alan kon bellen, maar hij neemt niet op. Denk ik, I know. Het probleem is, ik heb nog altijd geen tweede of derde parallel processing unit gevonden. Dus ik kan nog altijd niks doen. Ik ga door tot ik dat ding heb. Hier, parallel processing unit, nog eentje die ik ontbreek. 603, of een van de drie. En ik heb er nog altijd maar twee gevonden. Zo. Ik denk persoonlijk dat dit heel slecht gaat eindigen. Oké, ik ben dus aan de andere kant uitgekomen. Huh? Maar eerst een game. Dat is raar. Maar wat ik ook al zei, ze kan hier nog ergens naar boven. Je moet nog zoeken waar. Maar ik denk eerlijk gezegd dat daar onze parallel processing unit gaat liggen die we moeten hebben. Oh, een drillarm. Dat is heel handig. Hoppa, hebben we... powercelletje erbij. Nu wordt de vraag, waar kan ik hier naar boven? Ik moet die parallel processing unit hebben. Proces. Derde parallel processing unit, die moet ik hebben. Alleen de vraag, wat de fuck ben ik dat ding? Moet die vinden, ik zal die vinden. Aha, we zijn aan de voorkant van het schip. Hey, muziek.
Dat is goed, we hebben het hoofd van het schip gevonden, zoals je kunt zeggen. De control room. Ik zie hier. Ah, hier is mijn laatste parallel passing. Dat is night. Night. Dat is nice. Kan maar niet doen. Power passing. Wat, maar hoe maak ik die? Oké, die valt nog goed te doen en dan kan ik. Ja, nice. Ik denk dat ik het meeste aan waardevolle informatie uit het schip heb gehaald. Het kan zijn dat ik verkeerd ben, dat er nog meer is. Maar dat vind ik niet. En besef ineens ik nog niet terug naar dat die dingen basis moet. Nootfish. Ja, ook meepakken zeg, dat is het grootste ding. New creature discovered. Ik denk dat ik hier alles heb. Ik wil maar twee dingen hebben deze video. Dat is een indoor grow bag. En een boom. Een lantern tree ding. En jullie vragen misschien af waarom. Wel, dat zal ik je schrap uitleggen. Dat is de beste food source in de game. In dit game en de vorige variant dus. Ja. En ik zit een beetje moeilijk met eten. Ja. Dus ik wil ook zorgen voor een stable food source. Maar om even wat duidelijker te scheppen, mijn prioriteit ligt nu even bij die parallel processing unit. Oh, Chinese potato. Ja, niet meer nog beter. Wat wil ik doen? Ah ja. Nu gaan wij rap even. Oké. Dus zover de Mercury 2. Ah shit, daar gaan we game. Het was een heel schip, maar de Aurora is groter, maar minder in. Voor mij zien we begrijpen. Goed. Maar wat ik wil zeggen is, de Aurora is een groter schip, maar de Mercury 2 is het voller. Daar hebben ze meer gebruik gemaakt van de plaats in, binnenin. Hey, mini Vanguardens. Of juvenile Vanguardens. Nice. Nu, ik zie jullie wel als ik op de landbase ben, want daar moet ik nu even naartoe. En tot zo. Denkt u dat we gevonden? Ik weet het niet. Vergeet iedere keer waar dat is, hè. Oh ja, ik heb het gevonden. Oké, okay, let's go. Nu moet je nog naar die base toe, daarachter. En daarna is het normaal gezien. Heb ik normaal gezien alles wat ik moet hebben. Maar dat valt trouwens, het system heb ik al. Alhoewel, is dat wel hier? Ik weet het ook niet meer waar dat was. Dat is het probleem. Wat was dit? Control room, serieus. Oh my god. Och, ik heb te zoeken naar dat ding. Nu weet ik gewoon een baan. Nu vind ik een baan heel random. Ah, daar is de boom. Kijk eens wat ik heb. Interior crowbed, lantern. Wat met zijn die lantaarn, maar met een beetje bekakt uit. Oh, hier is een glass dome, die moeten we nog hebben. Daar wil ik een de volgende video op maken, die glass domes. En we gaan even eten.
Die kan ik wel nog meenemen als zaadjes. Ah, boeien. Oké, dus. Dit was het dan. Nu ga ik de rabbel naar huis brengen. Shit. Ik ga ook even op camera dat doen, die dingen maken. Die glasdomes. En dan zie ik jullie in de volgende video. En ciao, ciao.